8 jaar geleden nam Gordon in het Concertgebouw groots afscheid van de muziek. Na 25 jaar succes was het mooi geweest, klaar. En toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. En verscheen afgelopen vrijdag een gloednieuw album van Gordon. Of Gordon Heukerot, zoals hij nu officieel heet. Het album van zijn leven, dat zich sinds begin jaren 90 in de schijnwerpers afspeelt. Hou op, hoor, met die beelden. Dit is het einde. Hij is 17 jaar. Hier is Gordon. I've been waiting such a long time. TV is your father. TV won't be as true. Ik maar even bij je zijn. Ik bel je zomaar even op. En keert mijn wereld ondersteboven. I'll be your voice. My hero. Shine, people, let your light shine. Maybe the answer is just this simple song. Let everybody shine the light. Oh. Is er nou dat, dat klinkt al beter dan dat ze bij VI hebben laten horen. Ja, ja, maar hallo. Wat ze bij VI lieten horen, was jij wel zelf. Ja, dat was ik zelf. Ja. Baal je daar dan van? Ja, ik heb het niet gezien, hoor, heel eerlijk. Heb je dat echt niet gezien? Ik heb het echt niet gezien. Maar waarom ga je niet kijken naar wat daar gebeurt? Omdat ik vind gewoon... Maar je hebt wel zelf gehoord of je was aan het zingen. Ja, ik was heel erg geëmotioneerd. Dat liedje was voor Patrick. En ja. Dat was een momentopname. En die emoties slaan dan op je stem. En ja, wie is Patrick? Patrick is mijn allerbeste vriend. Oh. Al 37 jaar. Maar ik vind het leuk om terug te zien trouwens. Ja, maar kijk, het is even, je begint er meteen over. Het zit je toch een beetje dwars. Nou ja, weet je... Ja, zeg maar ja. Het is, ja. Het zit me in zoverre dwars dat dat soort dingen doet gewoon pijn. Ja, maar die mannen van VI... Je komt met iets heel leuks. Je komt met een nieuwe plaat, jongens. Ja. Na 8 jaar, ik maak een hele mooie, in mijn ogen dan, hele mooie nieuwe cd. Ja. En dan word je daar landelijk om uitgelachen. Ja, maar ik moet je zeggen, ik kijk heel graag naar de jongens van VI. En ik moest er ook om lachen. Ja, nou, ik vond die grap voor de HEMA, vond ik briljant. René van der Gijp zegt, als die man zo voor de HEMA zou hebben gezongen, dan werd hij weggestuurd. Nee, ja, dan kan ik ook om lachen, want dat had een grap van mij kunnen zijn. Ja, ook. Bijvoorbeeld. En daar denk ik ook, jij bent een man die makkelijk uitdeelt. Ja, dan moet je natuurlijk ook af en toe een beetje ontvangen, toch? Ja, natuurlijk. Weet je, dat is allemaal prima. Maar kijk, je kan niet zeggen dat ik niet kan incasseren, want als je weet dat ik de afgelopen jaren voor bagger over me heen heb gekregen, dan moet je echt wel wat kunnen incasseren. En weet je, we kunnen er lang en kort over praten. Zullen we er kort over praten? Ik heb een heel mooi nieuw album gemaakt. Ja. En ik ben daar zo super trots op. Ja. Jij hebt min of meer toch vrij helder gezegd, ik stop met die muziek. Ja, maar ik denk dat we allemaal door fases gaan in ons leven. Ik bedoel, dat is 8 jaar geleden. Het was een periode waarin ik gewoon... en een zangcarrière had, 4 horecazaken en een televisiecarrière. Maar je televisiecarrière was het grootste. Grootste, ja. Maar mijn horeca liep ook als een trein. En je kan niet alles tegelijk. Als je niet meer de kwaliteit kunt leveren die je kon leveren... Maar je had toen toch ook al problemen met je stem? Worden? Ja, ik ben in zo'n kliniek geweest... En problemen, drank en drugs. Ja, ja en door die drank en drugs was je stem minder geworden? Minder geworden. Maar en is hij dan nu weer beter geworden? Ja, veel beter. Maar hoe werkt dat dan? Ja, ik heb nu weer zangles 3 keer in de week. Ja? Ja. En je bent je stem aan het trainen. En ja, je bent er niet. Als je 8 jaar lang uit vorm bent geweest, je hebt 8 jaar lang niet geschaatst. Ja. En je moet ineens weer 1500 meter rijden. Nee, dat gaat er niet worden. Nee. Maar als jij nu, we hadden net zo'n overzichtje gemaakt van even wat hoogtepunten uit jou. Zeg je dan, is er dan een bepaald moment waarvan je zegt, nou, toen was mijn stem gewoon het allerbeste? Of had ik het hoogste bereik? Of, als je dat ene moment wordt van ik bel je zomaar even op. Ja. Mijn stem was glas en glashelder natuurlijk. Ja. Maar je wordt ouder. Ja. En mijn album, als je het nu hoort, is rijper geworden, volwassener geworden. Ik ben veel beter in het laag geworden, wat ik vroeger eigenlijk helemaal niet kon. Mm-hmm. Maar dat is gewoon degene die je wordt en waar je... zo word je gevormd eigenlijk. Ja. Heb je ook het idee dat je zelf ook een beetje volwassener bent geworden? Ik mag het toch hopen? Ja, ik bedoel...
Maar Gordon, waarom zit je daar zo mee? Je weet toch gewoon dat die mannen van VI gaan daar zitten en die maken iedereen alles belachelijk. Dus nou ja, waarom raakt het jou? Want je zegt het doet mij pijn. En dan denk ik, kijk, het is heel erg makkelijk wat jij nu zegt. Want als het jou overkomt. Er is niks wat iemand nog niet over mij heeft gezegd. Dan kunnen we het nog wel bevestigen. Maar dan denk ik mezelf. Het is altijd heel makkelijk om te zeggen van ja, waarom raakt dit jou? Nee, je zegt het woord pijn. Je zegt het woord pijn. Ik zou teleurgesteld zijn. Maar kijk, als ik iets doe en ik weet dat het niet oké is, dan durf ik ook eerlijk te zeggen, hey, misschien was ik niet in topvorm. Misschien had ik dat beter kunnen doen. Misschien ben ik daar niet klaar voor. Dat heet zelfreflectie. Ja, oké. Maar je had ook kunnen kiezen als cameraploeg, als je uitgenodigd wordt van hey, laat een fragment uitzenden waar die wel goed zingt. Want ik heb repetitiebeelden die wel goed zijn. Ja, zij ontkennen dat zij de repetitiebeelden hebben gebruikt. Nou ja, ik kan jouw repetitiebeelden laten zien. Ja. Dus of hebben ze gewoon het slechtste stukje eruit. Laten we ook niet te lang bezig zijn met een recensie van een ander programma. Die jou weer recenseert. Ja, nee, wordt dit weer uitgezonden vanavond. Ja, zetten, waar begint dit te janken? Nou, reken maar. Laten we even naar één liedje gaan. Val niet op oud. Nou, even... Heb je dat tegen mij? Nee, ik ga verder. Kijk uit, jij. Ja. Eén liedje. Ja, maak ik geen uitzondering. Oh, gelukkig, dankjewel. Goed. Ik hoor dit en dan denk ik, dit gaat ook toch eigenlijk over jou. Telkens weer. Maar telkens weer, denk ik, er komt er een waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef. Ik ga er nu overheen praten, want mensen moeten het album maar kopen. Ja. Daar is het voor bestemd. Maar heb je zo'n lied als dit nou ook echt om die reden uitgekozen? Ja. Dat je dacht, dit staat om allerlei redenen dicht bij mij? Elk liedje wat je op het album hoort, zoals Laat Me... Laat Me had je dus bij de jongens moeten denken eigenlijk. Laat Me en in godsnaam mijn eigen gang maar gaan. Maar telkens weer is een lied wat op mijn lijf geschreven is. Ik bedoel, ik heb zoveel teleurstellingen gehad in de liefde. Maar daar zo staan er nog meer nummers op het album. Liefde voor later als ode aan Patrick, waar ik al 37 jaar mee samen ben. Ik hou van het leven, weet je wel. Dat staat er ook op. Vrolijkheid, gezelligheid, kom met me mee, leef, geniet. Zorg dat elke dag dat je geniet, dat het niet je laatste is, weet je wel. Die instelling heb ik. Ja. En tegelijkertijd... Niet alleen maar ellende in mijn leven. Nee. En tegelijkertijd heb je toch ook die spotlights, die zoek je ook steeds weer op, toch? Ja, ik weet je dat het misschien heel dubbel is? Ik woon niet voor niets in Dubai. Ik vind het heerlijk rustig, want daar ben ik dus echt anoniem. En dat heb ik ook een beetje in Kaapstad. Wat overigens trouwens op dit moment heel erg overspoeld wordt door Nederlanders. Want ik ben nog nooit zoveel herkend als in Kaapstad als de afgelopen tijd. Dat ik denk van, oké. Dus, maar goed, dat terzijde. Die rust zoek ik wel op. Ja, maar goed, je zoekt er rust op, maar daarna probeer je weer op alle mogelijke manieren te laten zien. Het is geen verwijt van, hé jongens, hier ben ik, hier sta ik en luister naar me. Maar is het niet verslavend? Is het niet heel moeilijk om, als je op dat podium hebt gestaan, om er echt af te stappen en echt weg te blijven? Nou, weet je wat het moeilijke is? Als jij zingen is mijn core business. Dat is mijn hart en mijn ziel. En als ik een overzicht zie van mijn carrière, ben ik eigenlijk gewoon onwijs trots. En dat zit in mij. En ik vond het zo leuk dat ik die bevlieging weer terugkreeg bij het programma van Simone Kleinsma, waar ik te gast was. Daar zong je Zuid-Afrikaans, hè? Daar zong een Zuid-Afrikaans stuk, Moet niet weggaan, die van Jacques Brel. En dat kwam gewoon weer terug. En dan mis je het gewoon. Ik denk dat als jullie straks stoppen met jullie topsport en het publiek niet meer hoort schreeuwen, en zo, dat ga je echt missen. Ja. Dat is een heel gek gevoel, maar het is... Ja, dat ga je gewoon missen. Dus ik vond het heerlijk om van de week in die kerk te staan. Mijn familie, mijn vrienden, de mensen die van me houden. Iedereen om me heen. Heerlijk te zingen met een mooi maar orkest. Maar toch gaat dat niet samen met... kijk, dat publiek mis je. En dat gejoel mis je. Maar dat komt wel doordat je hun wat geeft. En nu geef je een album, dus krijg je ook weer meer bekendheid. Ja, dus mensen gaan je alleen maar meer herkennen, toch? Ja, dat weet ik. Maar daarom is het zo heerlijk om weer iets te kunnen geven... Wat ik jarenlang niet heb gedaan. Dus ik geef gewoon weer een stukje van mezelf. Want het is een heel persoonlijk album geworden. Ja. Hè? Het is heel, heel intiem eigenlijk voor mij. Want ik,
eigenlijk vertelt elke tekst. Het is gewoon eigenlijk belachelijk. Gewoon. En je hebt al lang niet Nederlandstalig gezongen. Nee. Ik heb jou natuurlijk in de afgelopen 30 jaar veel gesproken. Maar we hebben ooit ook een jaar of 9 geleden en 5 jaar later gedaan. En daarin sprak jij... Is dat 9 jaar geleden? Ja, het is toch alweer 9 jaar geleden. Daarin zei je het volgende. Luister even mee. Ik denk dat ik gelukkiger had geweest op de Gerard Douwstra driehoog met mijn man op de bank en een hond. Ja. Vanwege die man en die hond bedoel je? Ja, ook. Maar ook vanwege de anonimiteit. En dat ik de straat op kan lopen. En dat ik gewoon niet overal aangekeken word. Ja. Ja, maar goed, dat was toch eigenlijk, weet je, dat gaat jou nooit gebeuren gewoon. Nee, daarom woon ik ook in het buitenland. Ja. En daar is het gewoon rust. Ja. Ik zag het programma... En niet dat ik het vervelend vind, want ik ga met iedereen... Het maakt niet uit als u straks allemaal op de foto wil. Ik doe het met alle liefde. Ja, ik denk dan aan Gerard Joling, die geniet echt daarvan. Ja, maar die staat met een rode vlag op het strand in Curaçao. Hier ben ik. Hij vindt het leuk. Is het waar of niet? Ik weet het niet. Ja, maar ik heb dat gewoon niet. Maar ben jij dan eigenlijk meer verlegen? Nee, niet verlegen, maar ik wil heel graag ergens zitten waar je gewoon mensen niet continu naar je kijken. Dat is heel vervelend. Daarom heb je natuurlijk zo'n mooie glimmende Louis Vuitton-rugzak. Ja. Dat je gewoon binnenkomt en mensen je lekker zo... Oh, ze zien mij niet. Jij gaat er gewoon super lekker op. Je gaat gewoon weer helemaal stuk voor hier, hè? Ja. Maar goed, je ziet natuurlijk... Laat het even op je horloge hebben. Ja. Dat is nep. Zuid Dubai is nep. Ik wil nog één klein stukje laten horen. Want er zit volgens mij... Trouwens, dat zag ik bij het verborgen verleden. En toen was je zo trots op je geschiedenis. Dat je een muzikale geschiedenis had. Toen dacht ik... Je bent gewoon eigenlijk toch ook ontzettend onzeker gast hier eigenlijk. Ja. Toch? Ja, van binnen wel. Ja. Ik wil nog één ding. Ben je wel eens in Australië geweest? Oh, Jezus Christus. Ja? Heel gevoelig onderwerp. Ja, heel gevoelig onderwerp. Ken je Peter Allen? Ja, natuurlijk. Hoe heb je Peter Allen leren kennen eigenlijk? Peter Allen, bij toeval, door een serie op Netflix. En mensen, dat moet je zien. Ja. Het heet Last Stop Levitma. Gaat over 11 mensen, waarvan er 1 vermoord wordt in het dorp. En één van die 10 mensen heeft het gedaan. En het laatste liedje in dat nummer, of in die serie, is I Still Call Australia Home. Dat krijgen alle mensen te horen die een Australisch paspoort krijgen. Daar hoort dit, laten we even een klein stukje ervan zien. Daar hoort dit eigenlijk bij, want dit heb jij dus eigenlijk een Nederlandse tekst van gemaakt. Ja. Amsterdam blijft altijd mijn home. Dat is dus van die Peter Allen. Allen. Ja. Ja, ik dacht, dat heb je misschien van je laatste geliefde meegekregen, deze Peter Allen of zo. Het ironie van dit verhaal is dat ik dat liedje bij toeval tegenkom. Nee, heeft er niks mee te maken. Het album van mijn leven is overal te streamen. Nou, doe dat. Hey, en mijn theatertour, hè, 2 juni. Ik ga het land in. Hij gaat het land in. Ja, er zijn nog 9000 kaarten. Er zijn nog heel veel kaarten te kopen. Dankjewel. Fijne avond. Tot morgen. Oh.